Hoi, goed dat je kijkt naar een PWS-instructie, APA versus plagiaat. Het gaat over bronvermelding en hoe we dat toepassen. De eerste vraag is natuurlijk, wat is volgens jou plagiaat? Wanneer steel je iets van iemand? En wanneer is dat oké? Wanneer is dat niet oké? Want schijnbaar gebeurt het best wel veel. Kijk maar even naar de muziekindustrie. Wij gaan verder met de platenkast, waar alleen maar klassiekers in staan. En deze week gaan we het hebben over plagiaat. Dit jaar is het 44 jaar geleden dat de Beatles het nummer Come Together uitbrachten. Bij het uitkomen was er meteen iemand die aan de bel trok. Ene Chuck Berry. Het leek iets te veel op zijn You Can't Catch Me. In mijn platenkast barst het van het jatwerk en plagiaat. Laat eens beginnen met een schokkende onthulling uit Nederland. Shocking Blue, weet je nog? Ze scoorde een monsterhit met een nummer Venus. Dit lijkt wel heel erg op de banjo-song van The Big Three. She's got it. In 1992 hadden we dit gevalletje. De klassieke componist Carl Orff. Zijn muziek werd gesampled door Fortuna. Maar ja, daar was niets voor betaald. Dus de plaat werd uit de handel gehaald. En ook de videoclip mocht absoluut nooit meer, maar dan ook nooit meer op televisie worden uitgezonden. Laten we er eens naar kijken. Een voorbeeld van een band die heel veel platen heeft gebruikt van anderen is de band Coldplay, natuurlijk. Het nummer Talk, daarin zit bijvoorbeeld Computer Love van de band Kraftwerk. En in Viva La Vida werd Joe Satriani gebruikt. Maar het prachtigste voorbeeld van Coldplay is natuurlijk het nummer Clocks. Kennen we hem nog? Maar luister nu eens naar dit deuntje uit een computerspelletje uit 1987. En dan het verhaal. Zo zie je dat in de muziekwereld best wel veel gebruik werd gemaakt van andermans werk. Maar is dat oké, ja of nee? Zo wordt er in de wetenschappelijke wereld ook wel eens gebruik gemaakt van andermans werk. Of wordt er soms zelfs werk verzonnen? Stapel is hoogleraar cognitieve sociale psychologie. Hij zou in zijn publicaties gebruik hebben gemaakt van verzonnen gegevens. Dat betekent dat hij niet werkelijk onderzoek doet, maar met data komt en die vervolgens verwerkt in zijn publicaties. Voor de Universiteit van Tilburg reden hem onmiddellijk weg te sturen en een commissie in te stellen die al zijn wetenschappelijk werk onder de loep legt. Ook de publicaties uit zijn tijd in Amsterdam en aan de Rijksuniversiteit Groningen. De commissie gaat onderzoeken of die allemaal op de juiste wijze tot stand gekomen zijn. Zijn er ook al vermoedens dat ook hier dingen fout zijn gegaan? Nee, is lastig te zeggen. De bel is geluid in Tilburg door een aantal collega's uit zijn huidige onderzoekgroep. Of daar ook uit het eerdere verleden dingen niet goed zijn gegaan, durven niet te zeggen. Maar we willen het wel zeker weten. Vandaar dat onze rector ook meteen heeft gezegd, we sluiten ons aan bij het onderzoek in Tilburg. Stapel kwam onlangs nog in het nieuws met onderzoek naar het gedrag van vleeseters. Die zouden hufterig en egoïstisch zijn. Ook dat onderzoek blijkt op nepgegevens te berusten. De Rijksuniversiteit Groningen vreest de gevolgen van Stapels gesjoemel. In het ergste geval zouden bepaalde publicaties die de toets der kritiek niet kunnen doorstaan, teruggetrokken moeten worden. Dat betekent dat ze niet meer meetellen als publicatie door de Rijksuniversiteit Groningen. En kan dat ook nog gevolgen hebben voor andere mensen die aan die onderzoeken hebben meegewerkt? Hangt af van de uitkomsten van het onderzoek door de commissie. Dat onderzoek moet eind oktober klaar zijn. Dus ook in de wetenschappelijke wereld is er sprake van plagiaat of letterdieverij. En wanneer geldt het nou zo bij ons op school? Nou, als je letterlijk teksten kopieert of beeldmateriaal overneemt zonder een bronvermelding. Letterlijk verhalen, teksten, vertalen van het Engels bijvoorbeeld via Google Translate naar het Nederlands. Als je één of meerdere woorden citeert zonder aanhalingstekens. Als je een tekst pakt, maar daarin de woorden wat verdraait, de zinnen wat verandert. Of als je alleen al een idee van een ander gebruikt, dan moet je dus al een bronvermelding toepassen. Hier zien we een voorbeeldje wat er gebeurt als je dat niet doet. Deze persoon die had 61% plagiaatscore. Dat wil zeggen dat 61% dus of gejat is, of dat dat dus ja, verkeerd geannoteerd, verkeerd verwezen is. En dat is een hartstikke
dikke onvoldoende, zonde, kost je een herkansing. Maar dat valt nog wel mee. Op de middelbare school kost een herkansing en een onvoldoende, dat is best wel zonde. Kan je beter inzetten voor een schoolexamen. Maar op het HBO of op de Unie kan nog grotere gevolgen hebben. Namelijk een half jaar schorsing tot verwijdering van de opleiding. Dus dat is best wel heftig. Denk ook even aan het collegegeld dat je dan betaalt. Dus dat moet je eigenlijk nooit doen. Daarnaast kan je ook ethisch bedenken van hoe zou jij het vinden als jouw werk gejat wordt. Zou je daar wel oké mee zijn, zonder dat je daar de credits voor krijgt. Maar er is gelukkig voor ieder probleem een oplossing. It's not plagiarism if it's paraphrased. Dat wil zeggen, als je het goed annoteert, goed verwijst, is het dus geen plagiaat en mag je gebruik maken van andermans ideeën, teksten, bronnen, etc. In dit boekje, het APA-boekje van de American Psychological Association, staat precies hoe je alles kan verwijzen. Een film, een boek, een webpagina, etc. Maar dat kan ook automatisch en dat ga ik jullie uitleggen. Eerst laat ik even zien hoe je een auteur verwijst in de tekst. En daarna ga ik je laten zien hoe je automatisch een bronnenlijst kan bouwen via Scribber, dat is een online tool, en in Word. Voor een tekst is belangrijk dat je twee typen van verwijzing kent. Hier zien we het parafraseren, daar zijn drie opties. Je kan dus een statement maken en dan vervolgens de auteur, comma, jaartal tussen haakjes zetten van de publicatie. En dan heb je correct verwezen. Je kan de achternaam van de auteur gebruiken, het jaartal tussen haakjes. En dan uitleggen wat hij of zij beschreven heeft. In 2014, jaartal, beschreef auteur dat er meer behoefte is, bla 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 bla. Zo kan je dus parafraseren. Maar je kan ook iets letterlijk overnemen. In dit geval wordt er gebruik gemaakt van een letterlijk citaat. En dan komt de auteur, comma jaartal en de pagina's waarvan de waarvan het citaat afkomstig is, worden dan weergegeven. Dus dit zijn je opties om te vermelden in je tekst waar je informatie vandaan komt. Dit was het einde van dit filmpje in de playlist. Opvolgend in deze playlist heb ik een filmpje over hoe je dus bronnen gebruikt in APA en hoe je die dan effectief kan doen met Scribber en hoe dat werkt in Word. Voor nu, dank voor het kijken, succes met PWS en kijk even de volgende twee filmpjes in de playlist. Tot ziens!